gaat hij zijn nek van grijpen. Is dat een goed idee of niet? Welkom terug bij de Gelukkige Huiskat. Ja, vandaag gaan we het erover hebben of je je kat wel of niet in een nekval vast moet grijpen, op moet tillen, dan wel straffen. Ja. Het idee achter een kat in het nekvel grijpen is omdat een moederpoes dat doet met de kittens. Dus ze pakt de kittens in het nekvel en draagt ze zo naar het nest als ze weggelopen zijn of brengt ze gewoon op een andere plaats. Dat ook een goed idee zou zijn om bij volwassen katten te doen. En sommige mensen denken dat een moederpoes dat ook doet om haar kittens iets aan te leren of af te leren of bij te brengen. Maar dat is dus niet het geval. Het is uitsluitend bedoeld om die kittens dus te verplaatsen. En dan werkt het eigenlijk ook alleen nog maar gedurende de eerste aantal levensweken. En ja. Op een gegeven moment stopt dat. En de reden daarvoor is dat die kittens, als ze heel jong zijn, een speciale reflex hebben, waardoor ze helemaal slap blijven hangen als die moeder ze dus in dat nekvel grijpt. En die moederpoes die weet natuurlijk precies hoe stijf ze dat kitten vast moet pakken. En dat weten wij natuurlijk helemaal niet. Nee, en hoe zwaarder ze worden, ja, hoe natuurlijk meer gewicht er aan dat nekval gaat hangen, ja. Hoe zeerder het doet. Ja, precies. Er zijn nog wel een aantal andere waarin katten elkaar in het nekvel grijpen. Bijvoorbeeld bij het paren. Een kater die, als die de poes dekt, grijpt die ook vaak die poes in het nekvel. Nou, en tijdens vechten, hè, dan kunnen ze dat ook nog wel doen, elkaar in het nekvel grijpen. Tijdens een aanval door een roofdier, bijvoorbeeld een hond of een wilde vogel. Een grote roofvogel. Maar ja, als een kat inderdaad door een hond aangevallen wordt, dan is het heel vaak in het nekvel dat ze gegrepen worden. Van bovenaf. Ja, en vogels komen sowieso. Grote roofvogels komen sowieso. Van bovenaf. Van bovenaf, inderdaad. Ja. Maar dat zijn dan eigenlijk denk ik wel de enigste redenen of situaties waarin dat voorkomt. Ja. Ja, dus een kat in zijn nekvel grijpen is eigenlijk nooit een goed idee. En waarom dan wel niet? Nou ja, het veroorzaakt stress, hè, en angst bij je kat als je hem in zijn nekvel vastpakt. Ja, en daardoor wordt je band met je kat echt niet beter. Nee, als hij bang voor jou wordt, dan het beschadigt dus je band en dat is natuurlijk helemaal niet wat je wil. Nee. Hij leert niet wat hij eigenlijk wel zou moeten leren. Hè? Hij leert niet wat hij wel moet doen. Dus, hij leert alleen maar dat wat hij nu doet, waardoor hij in zijn nekval wordt gegrepen, niet moet doen in het bijzijn van jou. Ja, maar dan gaat hij het dus waarschijnlijk wel doen op het moment dat jij er helemaal niet bent. Dus ja, je hebt er in feite helemaal niks aan. Je verplaatst het probleemgedrag alleen maar. Ja, ja, precies. Naar een andere tijdstip of in ieder geval een andere locatie waar jij niet in de buurt bent. Nee. Ja, en als laatste kan hij natuurlijk ook gewoon boos op jou worden, omdat je hem pijn doet. Want als jij hem met zijn volle gewicht vasthoudt, terwijl hij daar bungelt en met zijn hele gewicht aan het nekvel, dan kan hij ook gewoon uithalen of bijten. Ja. Ja. Doet hem gewoon zeer. Dus ja, dan heb je allebei een probleem. Ja, kortom, wij vinden het geen goed idee. Nee, geen goed idee. Nee. Dus nou ja, hoe moet je je kat dan wel vasthouden? Dat hangt natuurlijk wel een beetje van het temperament van je kat af. Want sommige katten zijn makkelijker op te tillen dan andere. Ja. En heel veel katten houden sowieso helemaal niet van optillen. Nou ja, dan, ja, ik zou zeggen, doe het niet. Probeer op een andere manier je kat ergens te krijgen waar je hem hebben wil. Bijvoorbeeld door hem te lokken met wat lekkers of door hem met een hengel te lokken. Ja. Maar je kunt ook, als je kat dan dat op zich verder prima vindt, zoals stip en streep, nou ja, die vinden het wel oké om opgetild te worden. Dan pak ik ze eigenlijk met onder de borst haal ik ze vast en onder de kont. Zodat het dus gewoon ik eigenlijk het hele lichaam ondersteund heb. Dat vinden de meeste katten denk ik het meest prettige. En dan dicht tegen je aan. Ja, zodat hij niet makkelijk valt. Dan moet je dus wel een kat hebben die graag opgetild wordt. Want als je een kat hebt die niet graag opgetild wordt en je houdt hem dicht tegen je aan en hij wil bij je weg. Ja, dan krabt hij ook weer open. Ja, dan krabt hij dus ook weer open. Ja, nou ja, en anders, daar zijn natuurlijk nog wel allerlei andere methodes over. Misschien moeten we daar ook nog een keer een filmpje over maken. Als je wel iets moet doen met je kat, wat strikt noodzakelijk is, dan zou je hem ook nog in een handdoek kunnen wikkelen. Ja. Maar goed. Je zou hem inderdaad ook kunnen lokken met spelen, met speeltje of met een voertje als je hem ergens anders heen wil hebben. Ja. Bijvoorbeeld naar een andere kamer of je wil hem in een mandje hebben. Of, nou ja,
Nou ja, en als je hem natuurlijk in het reismandje wil hebben, want dat is, dat, ja, daar worden katten ook heel vaak voor in hun nekvel gegrepen om in het mandje te doen. Ja. Of om eruit het mandje te halen. Nou ja, beide keren is gewoon sowieso niet een goed idee, want die kat is dan gelijk helemaal gestrest. Dus die associeert dat mandje ook met, nou ja, in je nekvel gegrepen worden. En dat is gewoon echt niet fijn voor die kat. Nee. Dus, nou ja, we hebben video's gemaakt over hoe je je kat het beste in het reismandje kan stoppen. Ja, hoe je dat kan trainen in ieder geval. En ja, om hem eruit te halen, zou ik gewoon zeggen, dan laat hem gewoon, geef hem de tijd. Laat hem er zelf uitkomen. En wil hij er niet uit, haal dan gewoon de bovenkant eraf. Zodat hij in het onderkantje van dat mandje kan blijven zitten. Ja, precies. Daarom is de keuze van je mandje ook hartstikke belangrijk. Ja. Staat ook in de video over de reismand. Dus kijk die anders nog een keertje na. Ja. Maar ja, en verder zou ik zeggen, nou ja, niet doen dus. Nee. In de nek van grijpen. Nee. Nooit. Nee. Nee. Nou, dat was de video voor deze week. Ik hoop dat je er wat aan gehad hebt. Als je hem leuk vindt, doe een duimpje omhoog en abonneer je op ons kanaal als je dat nog niet gedaan hebt. En wil je net als ons alle huiskatten van Nederland gelukkig maken, deel dan deze video. En dan kunnen we zoveel mogelijk katten van Nederland gelukkig maken. Ja, zeker. Tot volgende week. Volgende week.